Dat wrakschip heb ik gevonden. En daar lag dus die schatkaart in. De schat. Ik ben zeer benieuwd. Eigenlijk moeten we Raf wel even vragen of die een stukje Pirates wil inspelen op de piano, zodat we dat hier eronder kunnen zetten. Hey kijkers van de One Republic, jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van de CommunityCraft DDG SMP serie. Wij zijn hier terug in ons wereldje, in ons dorpje. En het is hier nog steeds ouderwets gezellig. Jullie zien daar al wat diertjes in de schuur. Dat betekent dat dat allemaal gelukt is. Dat heeft Eva, denk ik, voor ons geregeld. Ik zie... Wow, allemaal bamboe. Ben benieuwd wat we daarmee kunnen. En voor de rest, ja, is het nog een beetje ons vertrouwde dorpje. Wat ik gelijk even ga laten zien, als ik op de tabknop druk, is dat het gezellig druk is, dames en heren. Ja, ja, ja. En hoe komt dat nou? Ik hoef geen invites meer weg te geven voor een whitelist, want DDG SMP is gratis te spelen geworden voor iedereen. Dus als jij wil meespelen, als jij dit zit te kijken en je denkt, ik wil ook meespelen op die server, ik wil ook iets bouwen, ik wil bij jou in de buurt wonen, ik wil gezellig meespelen. Iemand is aan het slapen, zo te zien, want de tijd gaat heel erg snel. Dan kan dat dus. Je hoeft een gratis whitelist kun je halen via de website, geloof ik. En dan kun jij gewoon komen meespelen. Hartstikke gezellig. En dan zie ik jou wellicht binnenkort hier. Waar ik dan wel invites voor ga weggeven, en daarvoor doe ik er vandaag eentje, is dat je bij mij in het dorpje kan komen wonen. Dus je kan gratis meespelen op de server, maar wil je bij mij in het dorpje meekomen helpen, dan heb je een invite nodig van mij. En dat is er dus eentje die ik vandaag ga weggeven. Dus wil jij bij mij, bij Jebber en bij Eva komen wonen, dan kan dat vandaag als jij doet wat ik zeg. Ik ga gewoon ergens deze aflevering een vraag erin gooien, en als je die beantwoordt in de comments, dan maak je kans om deel te nemen. Ik heb iets spannends vandaag. Ik heb hier namelijk een treasure map. Ik heb namelijk een schatkaart gevonden in een schipswrak en ik was al een eindje op weg. Zien jullie? Ik was bijna bij het kruisje, maar ik dacht... Oh, zo, pardon zeg. Ik stootte mijn knie tegen het bureau en alles ging helemaal naar de galamiezen bijna. Ik was daar bijna, dus daar gaan wij vandaag naartoe. En dan gaan wij ondertussen ook even kijken of wij misschien wat spelers in de buurt kunnen vinden. Want ja, we zijn nu met meer. Er zijn nu meer mensen. Dus wie weet zitten er wel wat mensen in de buurt. Zo, ik sprong uit het raam. Oké, eens even kijken. Heb ik alles bij me? Ik denk het wel. Heb ik genoeg eten? Dat valt mee. Even kijken hoe dat zit in de bij ons in de kelder. We hebben hier namelijk altijd onze worteltjes groeien. Kijk eens even, dat zijn er weer een hoop. Dus die nemen we gezellig mee. En ja, we moeten eigenlijk ook aardappels gaan planten, hè? Volgens mij was Jebber, die had volgens mij één aardappel. Maar die heeft hij in een kist bewaard, denk ik. Maar die wil ik op zich wel gebruiken. Want dan kunnen we hiernaast gewoon nog een spoortje maken met aardappel. Dat stilt de honger ook altijd wel. Goed, volgens mij hebben wij nog een bootje staan bij ons gemaakte haventje van de vorige keer. Dus laten we daar zeker heel eventjes kijken. Bam, bam, bam. Zou er nog een bootje liggen of zullen ze allemaal weg zijn? Ik weet het niet. Even kijken. Ligt er nog een bootje? Ja hoor, er ligt nog een bootje, dus dat is fijn. Deze keer Romein wil dat ik de party join, maar deze keer Romein, ik ben eventjes in mijn eigen party op avontuur. Want wij moeten deze kant op, volgens mij. En dan moeten wij een heel stuk varen, hoor. Kijk, de dolfijntjes zwemmen mee. Hartstikke gezellig. Chirp, chirp. Chirp, chirp. Free Willy. Goeiedag. Hij zwemt echt met ons mee. Dit is echt cool. Hallo. Wat een gezelligheid. Kijk, nu zijn we in de beschermde spawn. Nu moeten wij absoluut niet uit het bootje stappen. dat gaan jullie zo meteen zien. Er is één bootje bij een soort rif. En daar ben ik uitgestapt. Omdat ik dacht, wow, een kist. Vervolgens kon ik de kist niet openen. Omdat die uiteraard in beschermd gebied lag. Maar vervolgens kon ik ook niet meer in mijn bootje komen. Dus die ligt daar voor altijd in het water. Hydrateren, jongens. Sorry voor deze ASMR Kevin die drinkt video. Goed, hier zit de spawn ergens. Dus wij varen ietsjes verder. En ja, kijk daar. Daar zag ik dus zo'n ding. Zo'n rif. Toen dacht ik, wow, zo. Daar liggen vast goede kisten. Daar gaan we zelf eventjes kijken. En toen ben ik ja, kijk, daar ligt hij. Het bootje van Kevin. Voor altijd en eeuwig. Niemand kan er meer in. En die drijft hier. Voor altijd. Tot het einde der tijden. Dus dat is jammer. Maar toen ging ik dus een stukje verder. Deze kant op.
eigenlijk naar de andere kant buiten de spaan van ons stukje. En daar vond ik dus een wrakschip. Zie ik die hier nog liggen? Ja, daar. Dat wrakschip heb ik gevonden. En daar lag dus die schatkaart in. En als het goed is, zijn we dus ook een beetje in de buurt al van die schatkaart. En ja, ik dacht, laten wij zeker die schat even gaan zoeken. Want wie weet wat voor items we daarin vinden. Die zal dan wel hier ergens verstopt liggen, denk ik. Op dit stukje land. Dus laten we even kijken. Zou iemand dicht bij deze chat distance zitten die dit ziet? Zeker weten. Zeker weten, Romein. Even kijken. Romein zegt haha. Ik denk... Ik zit eens even te kijken naar deze map, hoor. Volgens mij... Moet ik misschien nog een stukje deze kant op? Oh ja, kijk, kijk, kijk. We moeten daar zijn. Er zit in deze server dus ook een soort... Als je in een bepaalde regio komt, dan kun je dus met elkaar chatten. Dat hebben jullie wel gezien bij andere SMP-servers ook. Maar dat zit dus ook hierin, dus dat is wel heel vet. Hierzo moet het ergens zijn, jongens. De schat. Ik ben zeer benieuwd of wij hem gaan vinden. Als het goed is, staan wij er bovenop. Dus laten wij hier gewoon even gaan graven. Komt u maar met die schatkist. Oh my god, we zakken naar beneden. Waar? Oh god, waar zit die? Waar zit die schat? Oh ja, gevonden, dames en heren. We hebben een schatkist gevonden. Wat zit erin? We gaan het zien. Ik leg de schatkist even aan de kant. En here we go. Oeh la 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 la. Heart of the sea. Iron, gold, diamonds en goud. En wat vis ook. En emeralds en gezelligheid. Zo, kijk eens even. Dat was een goed schatkistje hoor, dames en heren. Dat was een goed schatkistje. Wij zijn hier natuurlijk ook in een nieuwe wereld. Dus ik dacht ook, misschien is het leuk om een beetje te gaan kijken wat we hier allemaal kunnen vinden voor moois. Laten we gewoon eens even gaan kijken, want wie weet komen wij wel een ander dorpje of iets tegen. En dat lijkt me ook wel wat. We leggen de boot hier. En dan gaan we gewoon in een rechte lijn. Dan kun je haast niet verdwalen, zou je zeggen. Birchwood, daar wil ik eigenlijk ook wel wat van meenemen, want dat hebben wij niet. Tenminste, we hebben ook wood en acacia wood. En als we dan ook een beetje birch hebben, dan hebben we gewoon van alles wat. Kijk, hier heb je sneeuwbergen en sneeuwblokken. Oh, een hondje, nee! Oh, ik heb geen bones bij me. Oh, no, no, no. Oké, jongens, we gaan even snel terug voor botten. Een hondje, die moeten we hebben, uiteraard. Oh my god, we moeten een hondje. Nee, we moeten eerst birchwood. Anders hebben we die boom voor niks gehakt. Gaan we toch niet vertellen dat er geen enkele sapling uitkomt, hè? No, 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 no. No, 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 no. Goddammit. Maar dan spreek ik jullie zo, denk ik, als ik weer terug ben. Hè? Anders zitten jullie de hele tijd naar een heen en weer video te kijken. En daar heeft ook niemand zin in. Snap ik ook. Daar zijn wij, hoor. Ik vind het nog steeds echt een hele vette plek die wij gevonden hebben. Met al die hoge bergen. Om een dorpje te bouwen. Zo. Laat ik wel even mijn zwaard in de aanslag nemen. Want ja, we zijn in de avond. Hè? Kijk, daar is de eerste creeper al die ons komt begroeten. Hallo. Zo, wij zijn veilig binnen. Dat is fijn. Dan ga ik... Oh, wat is dit? Huh? Verrassingspakket van je buur Eva. En hier nog een kleinigheidje van Roenar. Moest dit doorgeven. Nou, kijk eens eventjes. Wat een gezelligheid. Dit is waarom je SMP speelt op de DDG-server. Dit is gewoon gezellig. Mensen die gewoon cadeautjes brengen en lekker samenspelen. Here we go. Oh my god. Eva, een verrassingspakket. Dit is een endgame pakket. Wauw. Dus heb je wel weer mooi symmetrisch in elkaar gedraaid, moet ik zeggen. Goed, laten we eventjes hier kijken. Oh, een totem. Enchanted books, bamboe. En een diamond pickaxe van Roenar. Wauwie, wauwie, wauwie. Ik laat dit nog heel even hier staan. Want ik moet heel eventjes uitvogelen wat ik hier nou allemaal mee ga doen en mee kan. We gaan eerst even slapen. Het is dag. Ik hoef niet meer te slapen. Dan gaan wij op pad voor een hondje. Want dat zou toch wel fijn zijn, hè, jongens. Een hondje. Moet ik daar een extra boot voor meenemen? Nee, toch? Of gaat die in mijn boot zitten? Daar twijfel ik over. Volgens mij moet je dat met een lead doen. Die heb ik natuurlijk niet mee. Maar ze teleporteren ook, toch, hondjes? Ik twijfel. Maar goed. Hè? Geen tijd voor twijfel.
We gaan gewoon lekker varen. Mensen, ik zie jullie zo bij dat eilandje. En dan gaan wij op zoek naar een hondje. En even kijken wat daar nog meer te vinden is. Misschien wel een dorpje. Misschien vinden we wel een tempel. Weet ik veel. Zoveel te ontdekken. Eigenlijk moeten we Raf wel even vragen of die een stukje Pirates wil inspelen op de piano. Zodat we dat hier eronder kunnen zetten. Dagboot, dag. Hondje. Ja, kijk eens even. Hallo. Hondje, hondje, hondje. Kom jij eens hier. Ik heb hier een botje voor jou. Ik heb een botje. Ja, ik had er maar twee nodig. Oh my god, je bent mijn beste vriend. Oké, jongens. Wil jij bij mij in het dorpje wonen? Dan wil ik graag dat jij een perfecte naam achterlaat voor dit hondje. Hoe moet ons hondje heten in deze serie, in ons dorpje? Het hondje van Kevin. Laat het weten in de comments en de leukste naam kies ik uit en mag ook direct bij mij in het dorpje komen wonen. Goed, hondje, voor nu heet jij nog hondje. Ga jij even met mij mee, want wij gaan heel even kijken of wij een dorpje of iets kunnen vinden. Daarnaast was ik, oh, nog een hondje. Nee, één hondje is genoeg. Eén hondje vind ik genoeg. Want ik dacht, laten wij eens heel even gaan kijken. Dit is ook, oh, wauw. Wat een mooi meertje. Prachtig, prachtig zeg. Ik dacht, ik ga even wat sneeuw meenemen. Dan kunnen wij met een pompoen een sneeuwman maken. En dan kunnen wij een limited sneeuw bij ons in de buurt maken. En op die manier, kijk, schud jij je maar eens even uit. Op die manier snowblocks maken. Want dat vind ik eigenlijk mooier dan de witte blokken waarmee ik nu mijn huis gemaakt heb. Ik vind stiekem sneeuwblokken mooier. Dus dan moeten wij hier een beetje omhoog. Dan kunnen wij gelijk al even kijken wat hier nog meer allemaal zit. Als ik hier opkom. Ja hoor, mijn hond is alweer hoger dan ik. Tjongejonge. Mijn hond kan beter klimmen dan ik. Zo, zo, we nemen gewoon even wat sneeuw. Oh, nee, dan moet ik niet de dirtblokken kapot maken natuurlijk, hè. Zo, neem maar wat sneeuw mee hoor. Zo, ik doe gewoon een beetje zo random. Pap, 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 pap. Let niet op mij. Ik kom alleen even wat sneeuw pakken. Zo. Wij gaan zo het water over, jongen. De grote zee. Dus ik hoop dat jij het redt. Dat je niet doodgaat. Want we maken er een avontuur van. Hondie. Ik ben heel benieuwd met wat voor namen jullie komen, jongens. Heel erg benieuwd wat de naam wordt van ons hondje. Hoe ver zijn we afgedwaald? Waar is mijn boot? Volgens mij echt helemaal hier aan de andere kant. Bootje. Hondje, kom jij in de boot? Ja! Oh, we zitten samen in de boot. Oh, wat, dit vind ik leuk zeg. Dit is toch gezellig. Oh, nee. Oh, nee, hond. Oh, wacht. Blijf jij heel even in de boot? Blijf jij in de boot? Ik moet namelijk even één blokje hout heb ik nodig. Hé, hey, ziet ze. Kan ik een goede pickaxe hebben? Ik moet een heel groot gat graven. Ik heb er wel eentje. Waar ben je? Ik heb namelijk een diamond pickaxe gekregen. Dus als ik iemand kan blij maken met een pickaxe. Deze keer Romein, die is ook aan het praten. Oh, dolfijntje. Gezelligheid hoor. Mie, ik heb Fortune 3. Oh nee, zo'n goede pickaxe heb ik niet. Dat, ja, nee, sorry. Zo'n goede heb ik dan weer niet. Zo, dat is 3. Dat is 4. En dan kunnen wij visjes vangen. Kan ik gewoon naar de hub, anders slopen jullie alles misschien. Nee joh. Ik sloop niks hoor. Maar als je hub doet, ja maar dan ben ik helemaal weg. Jongens, ik moet mijn hondje nog thuis brengen, dus dat gaat niet hè. Zo, even kijken. Visjes, zien we nog mooie visjes? Kijk, dit zijn mooie visjes, die maanvisjes. Die wil ik wel. Maanvis. Heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. Ik heb hem niet. Maanvis, kom eens hier. Ik heb ze nu allemaal niet zeker. God damn it. Hondje, het komt goed. Ik ga een vis vangen. Al is het laatste wat ik doe. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Dat het het laatste is wat ik doe. Wat hebben we hier voor visje? Die is ook cute. Deze is ook cute. Deze wil ik ook hebben. Vissie. Kom eens hier, joh. Ah! Een perfect fish. Ik ben gestoken. Dat wist ik niet. Visies. Visies.
Komen jullie bij mij wonen? Wonen? Come on! Ja, ik heb er... Oh, oké, ik heb er 3. Is dat even goed? Of willen we er nog één bij? Ik zie geen andere vissen. Nu hebben we al 2 keer een maanvis en een pufferfish. Dat is misschien even goed. Want ik zie ook dat het hier gezellig wordt met allerlei dingen. Dus laten wij voornamelijk teruggaan in het bootje. En even terug naar huis. Hè? Dag jongens. Wij gaan eventjes terug naar huis met onze mooie visjes. Zo. Kijk eens. Honti is erbij. Op pad jongens. Dit is toch gezellig. Mensen, ik vaar even terug rustig naar huis met het hondje. Ik ga dat aquarium maken buiten opname. Die zien jullie de volgende aflevering. Maar laat mij zeker weten hoe jullie willen dat het hondje gaat heten. Dan ga ik een leuke naam uitkiezen. En die komt gezellig bij ons in het dorpje wonen op de SMP-server. Zit je nou te kijken en speel je nog niet mee, maar wil je wel heel graag meespelen, dan kan dat nu dus. Het is gratis geworden voor iedereen. Je hoeft alleen maar een whitelist aan te vragen die niks kost. En dan kun jij meekomen spelen hier op de server. En het is hartstikke gezellig. Kijk maar. Dus kom sowieso gezellig meedoen. En hopelijk zie ik jou dan binnenkort voorbij komen. Sietse die wilde geen pickaxe van mij hebben. Daarvoor moest ik naar de hub komen. Maar wie weet kom ik jou wel gewoon een keer tegen tijdens het rondwandelen. En dan kun je me uitlachen. Omdat ik mijn bootje hier heb laten liggen voor de rest van ons leven. Mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. Ik vaar eventjes op mijn gemakje terug. En ik zou zeggen, zoals altijd vanaf hier. Ciao.